Malebeerse is zijn voorbereiding terug van start gegaan en kreeg met Vlissingen een echte waardemeter tegenover hen. En het is de thuisploeg die op 1-0 komt. Ook hier is de transferperiode uiteraard het gespreksonderwerp. Ja, dat is niet normaal. Hè. Ik bedoel, die competitie die is op alle vlakken volgens mij een pak sterker geworden. Die topploegen die hebben ongelooflijk inspanningen gedaan om hun ploeg nog te versterken. Met gevolg dat ploegen, laten we zeggen de rechterkolom, dat die ook allemaal versterkt zijn. Dus in principe, op papier is elke ploeg versterkt. Dus ik denk dat het een heel spannend, zou ik niet durven zeggen, maar een heel hoogstaande competitie gaat worden. Waar dat er een drietal topfavorieten zijn en al die andere ploegen die gaan elke week toch moeten spelen voor de punten. En dat heeft Malebeerse afgelopen seizoen ook moeten doen, zodat we meteen bij de ambities komen van de club. Nou, vorig jaar is Malle bijna gedegradeerd. Hè. Ik heb hier 4 jaar gespeeld in een goede tijd. Het laatste jaar was dus wat minder. Nou, we gaan het proberen in ieder geval een heel stuk beter te doen en dat gaat lukken. Goh, wij zouden graag niet het seizoen van vorig jaar evenaren, maar wij zouden toch graag een zorgeloos seizoen draaien. Wij vooral in de thuiswedstrijden af en toe een uitschieter. We hebben geprobeerd om toch ook voor het publiek een aantal smaakmakers binnen te halen. En hopelijk kunnen daar ook punten opleveren, zodanig dat we niet in de problemen komen. En uiteraard hopen wij mee met dit Malebeerse. Vlissingen mag dan nog wel op gelijke hoogte komen, maar het is de thuisploeg die naar een 2-1, 3-1 en zelfs een 4-1 eindscore gaat, wat gerust al een sterke prestatie mag genoemd worden. En zoals coach Belman en aanwinst Hakkens, meer dan tevreden. Nou ja, dit is in ieder geval een beetje meer een waardemeter dan de afgelopen oefenwedstrijden die we gespeeld hebben. Ik denk dat we vandaag redelijk gespeeld hebben. We hebben 3-1 gewonnen tegen een ploeg uit Nederland, andere ook hoogste klasse. Dus ja, dat is een goed resultaat voor de eerste keer tegen een eerste klasser. Goh, het was een heel intensieve wedstrijd, vond ik. In deze fase van de voorbereiding werd er een heel hoog tempo gespeeld. En ik vond het best een pittige voorbereidingswedstrijd. Hoe gaan de voorbereidingen? Goh, vorige week zijn wij aan het tweede deel begonnen met een toch wel erbarmelijke prestatie. En spelers kunnen daar alleen maar recht zetten als ze daaruit leren. Vandaag heb ik een aantal toch al positievere punten gezien. En op die weg moeten we proberen de komende weken verder te bouwen. Zijn er veel transfers gekomen dit seizoen? Ja, we zijn met 4-5 nieuwe spelers, dus dat betekent een halve nieuwe ploeg. Dus die moeten aan elkaar wennen. Wij als technische staf moeten aan die spelers wennen. En hopelijk de komende weken groeien die meer en meer naar elkaar toe.